Laten we eens even kijken naar de tegenstanders van PSV in deze prachtige voetbalweek. Eerst FC Barcelona, best wel een aardig team. Ajax, best wel een aardig team. En dan Excelsior Maassluis. Een tegenstander van een ander kaliber, amateurcomplex, publiek dicht op het veld. Mark van Bommel benadrukt graag richting de spelersgroep dat ze onverstoorbaar moeten zijn. En dan is de vraag natuurlijk, hoe laat je je spelers op voor zo'n duel als morgen? Mark van Bommel. Ik snap zelf ook wel dat dat gewoon niet makkelijk is. Omdat je van een stadion gaat, je gaat naar een amateurcomplex. Daar zitten 3.500 mensen, ontzettend veel. Het publiek staat dichter op het veld, er zit alleen maar een afrastering tussen. Het is kunstgras. Ja, dat zijn allemaal dingen die het anders maken. Want dat is weer het mooie, dat je dat niveau wat je haalt in het stadion, maakt niet uit tegen wie, dat je dat daar ook haalt. En de omstandigheden zijn anders. En daar moet je ook niet omheen draaien, dit is gewoon zo.